Hoi. Hoi. Hallo. Vandaag ga ik Minecraft doen. En ik heb een enorm leuk idee. Ik ben hier met 4 verschillende jongens. Ik ga bij 1 iemand een bouwwerk plaatsen. En dan moet hij het beschrijven aan de persoon rechts van hem. Zonder de blokken te benoemen. En die persoon moet het daarna weer beschrijven aan de persoon daar rechts van. En die weer daar rechts van. En ik ben zo... Wat is Bram aan het doen? Bram, wat ben je aan het doen? En ik ben zo benieuwd wat mensen gaan creëren. Beno nieuw. Abonneer even. Dit is abonneren. Ik weet niet wat mijn editor ervan gaat maken, maar dit is abonneren. En like even. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja. Het is voor 2 mensen al bekend wat we gaan doen. Althans, die hebben het al eerder gedaan. Robin. Ah. Oh nee. Ik ga zo meteen, ik ga zo meteen bij jou wat bouwen. Dan nee. Moeten, Bram en Justin moeten zichzelf muten. En dan moet jij aan Rick vertellen wat er staat bij jou. Zonder de blokken te benoemen. Daarna, als de tijd voorbij is, moet Rick dat bouwwerk beschrijven aan Justin. Nee. En daarna moet Justin dat bouwwerk beschrijven aan Bram. En dan gaan we uiteindelijk bij Bram kijken hoe het is geëindigd. Oh, dit wordt echt... Dit gaat gewoon van kip naar een flat gewoon. Laten we beginnen. Rick, ben je er klaar voor? Zeker. Ja, zeker. Nee. Robin en ik hebben wat leuks gemaakt. Robin, denk je dat je het kan beschrijven? Uit ervaring weet ik dat ik het kan beschrijven. Of het goed wordt ontvangen, dat weet ik niet. Oké, okay, jullie hebben 4 minuten de tijd en de tijd gaat nu in. Oké. Rick, luister goed, ja? Ja. We beginnen met een heel erg wit blok. Heel smooth blok. Je ziet het hier ook om je heen. Het zit om jouw kleur heen. Dat blok heb ik nodig. Ja, dat is slim. Ja? Dit is slim beschreven. Ja, die heb ik. Ja, ja. Oké, zet er eentje neer. Maakt niet uit waar. Ja, heb ik. Oké, wacht even. We gaan het even hebben over de voorkant en de achterkant, ja? Ja. De voorkant is richting de andere speler toe, ja? Die jij niet ziet. Ja, oké. Richting Justin, ja? Ja, oké. En naar links Robin ga je dus geleerd. Naar mij. Je hebt geleerd, Robin, hiervan. Naar links ga je dus naar mij en meer heb je niet nodig. Dus je hebt nu een blokje geplaatst, ja? Ja, dan ga je 1 blokje naar links, daar zit lucht. En dan ga je nog een blokje naar links, daar zet je nog zo'n wit blokje neer. Ja, dat heb ik. Oké, dit gaat simpel. Dan ga je naar achter, ga je 1, 2, 3 blokjes lucht en dan een blokje wit. Ja. En dan weer eentje naar links en dan eentje ertussen weer en dan weer wit. Dus dan heb je als het goed is een rechthoekje van 4 blokjes. Rechthoekje? Nee, wacht even. Nee, wacht. Oh, nee, ik heb het. Robin van Neugelen, maar ik heb het gesaved. Ja. Oké, dus je hebt nu blokje lucht, blokje. En dan 3 blokjes ertussen naar, naar iemand toe. Ja, nee, ik en heb dan het, weer ik blokje heb, lucht, blokje. Okay. Jullie hebben nog 2,5 minuut. Oh, wat shit. Van datzelfde blok pak je nu alvast cyan, bruin en roze. Ja, denk ik pas, je hebt nog maar 2 minuten en 15 seconden, ongeveer. Bruin, cyan, bruin en roze. Ja. Heb ik. Dan plaats je op die witte blokjes allemaal 3 bruine blokjes omhoog. Ja, oké. Ja, heb ik. Ja, oké. Dan... Nog 2 minuten. Ik weet niet hoe ik verder moet. Oh ja. Je moet verder. Op elk tweede bruine blokje ga je ze aan elkaar verbinden. Oké. Helemaal invullen. Helemaal invullen. Ja, helemaal rond. Heb ik. Oké, dus ook in het midden, hè? Goed. Ja, heb ik. Oké, en dan een laag erop. Daarop nog een laag, zeg maar. Dat het gewoon een langwerpig rechthoek is. Ja, dit gaat echt heel goed. Oké, dan aan de achterkant, dus bij de leegte, bij de void, plaats je in het midden helemaal bovenaan. Aan de achterkant, dus voorbij die witte blokjes, plaats je 1 bruin blokje. Er klopt volgens mij iets niet qua kleur, maar dat weten de jongens nog niet, want die van Rick is wat lichter. Dan ga je naar de voorkant. Ja, heb ik. Dan plaats je, in plaats van die 3 heb je er nu omhoog, maak je daar aan de kanten boven het wit, maak je daar nog een keer 3 blokjes. Dus op ter hoogte van de witte blokjes. Ja. Is het in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoog. Bruin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, heb ik. Ja, en in het midden zijn er is het 5 hoog. Ja, heb ik ook. Oké, dan ga je eentje naar voor, eentje naar achter. Eentje naar voor, eentje naar achter. Ja, heb ik. En aan de voorkant ga je dan ook eentje naar links, eentje naar rechts. Aan de voorkant... Ja. Oké, en onder dat links en rechts plaats je dan een cyan blokje. Ja. En daaronder weer wit. Ja. Oh nee, tussen die 2 witte doe je dan een roze. Ja. En op die roze een bruine. Ja. En schuin onder richting de achterkant onder die roze een witte. Ja, de tijd is voorbij. Oké, jongens, voor nu. Hij is klaar. Robin, jij mag nu vanaf nu hierboven bij me staan en mee gaan kijken wat er met alles gaat gebeuren. Dus, Robin. Aanschouw. Kom maar, aanschouw. Het ging zo goed en toen is het bij de ding is fout gegaan. Nee!
Bij het gezicht is het fout gegaan. Kom eens hier, Rick. Kijk nou hoe simpel het nog was. Het was zo simpel. Oh mijn god, ja, hij zegt in één keer naar voren en naar achter. Rick zat er geen fuck van. Days. Nou, Rick, op je plek. Oh, het ging zo goed. Ja, het ging echt heel goed. Nu moet jij jouw ding beschrijven, hè? Gewoon jouw exacte build. Dus je mag niet nu terugdenken op die. Jij moet jouw build beschrijven. Justin, ben je er klaar voor? Vorige keer zei ik dat ik fysiek niet klaar voor ben. Robin zegt nee. Nee, ik ben er niet klaar voor. Oké, Rick, jij krijgt 4 minuten de tijd. Ik ga de timer zetten. Oké, 3, 2, 1, go! 4 minuten de tijd. Oké, Justin. Je loopt helemaal naar rechts toe. Daar zie je een blokje. Helemaal aan de rechterkant. De meest buitenste kant. Richting de void. Richting de void. Dan zie je het buitenste blokje. Oh, die? Ja, dus niet die met je eigen kleur, maar die ernaast. Ja? Oké, die heb je. Oké, dan plaats je de... Oh, ja? Ja, dan even kijken. Dan kijk je richting Bram. Ja? Dan plaats je eentje daarvan. Ja? Plaats je, maakt niet uit welke kant op. Dan ga je even kijken... Dan laat je er eentje tussen. Dan ga je naar rechts toe, laat je er eentje tussen. En dan plaats je er weer eentje. Dus dan heb je eigenlijk een ding van 3 met eentje ertussen. Ja? Dan ga je bij diegene die je net hebt geplaatst, ga je 1, 2, 3, 4 naar achter. Dus dat er 3 lege dingen zijn. Plaats je er nog eentje. Je mag niet bouwen, Rick. Je moet alleen beschrijven. Oh, sorry. Oké. Die. Dus dan... Maar hoe, 3 tussen? Ja, 3 tussen. Dus op het 4e, daar plaats je hem. Ja, denk ik. Oké, dan ga je weer... Laat je er weer... Ga je naar links. Dan doe je er weer eentje tussen. En dan weer één dat je een rechthoekje krijgt. Ja, dat heb ik. Het gaat serieus goed, jongens. Dan heb je dat blokje wat je hebt. En dan pak je de bruine variant van. Ja. Dan doe je op elk blokje die je net hebt geplaatst. Doe je er 1, 2, 3 omhoog. Kom op, Justin. Het gaat goed. Nee, het gaat goed, Justin. Wat wordt dit voor dier? Schiet op. Heb je dat? Oké. Dan doe je... even kijken. Je hebt dus 1, 2, 3. Dan doe je... Shit. Dan doe je ze aan de bovenkant doe je ze allemaal bij elkaar zetten. Dus zeg maar dat het gewoon een volledige rechthoek wordt. Zodat je ze aan elkaar maakt. Snap je? Ja, hij heeft het. Ja, en dan daaronder doe je dat nog een keertje. Dus dat er vanaf de grond tot en met daar... dat er maar 2 blokjes tussen zitten. Kom op, Justin, opschieten. Je hebt nog maar 2 minuten, jongens. Hey, de helft van de tijd zit erop. Ja. Oké. Dan ga je naar de achterkant van het beest. Ja, denk ik. En daar plaats je 1... Plaats je 1 blokje, dezelfde, die uitsteekt. Ja. Oké, dan ga je 1 blokje naar rechts, eentje naar beneden en eentje ervan af. En daar plaats je een witte. Kom op, Justin, dat snap je. Hoe zei je? Oké, je hebt dus dat blokje wat je net hebt geplaatst. Ja. Dan ga je eentje naar rechts, eentje naar beneden en eentje naar achter. Daar plaats je een witte en de andere 2 haal je weg. Ja, ik denk zo inderdaad. Ja, je zit ook echt zo alsof je het door kan hebben. Oké, dan ga je nu naar de andere kant. Dus niet meer bij de achterkant, maar nu zit je weer bij de voorkant. Dan ga je 1, 2, 3, een halve minuut. Ga je 1, 2, 3 omhoog? Nee, ongeveer een minuut. Met die bruine? Die bruine. En die maak je dus 3 bij 3. 3 bij 3. Ja? Oké. Dan doe je op de, bovenste van de 3. Doe je naar buiten, doe je weer een bruine. En daar links van doe je ook weer een bruine. En dan de middelste is leeg. En dan doe je het aan de rechterkant, doe je ook weer eentje. En dan ook weer eentje naar buiten. De middelste is leeg. Justin, heb je dat? 30 seconden. Ja, Rick, die heb ik. Oké. Die middelste die leeg is, daaronder doe je weer een bruine. Nee, dat gaat helemaal mis. Doe. Ja, en daaronder doe je weer hetzelfde blokje, maar dan een roze variant. Nog 14 seconden, opschieten Justin. En dan, daarnaast zitten er dus 2 leeg, daarnaast 2 leeg. En dan krijg je weer een witte en weer een witte. Oké, extra 10 seconden. En dan blauw-blauw. En dan blauw-blauw, Justin. Dat is het laatste wat je wil doen. Blauw-blauw, kom op, de tijd zit erop. Kom op, Nip, je kan het. Alleen blauw-blauw nog. Ik wil het echt niet, mag ik dit zien? Ik wil het heel graag zien. Kom maar, Rick. Jij moet blijven staan, Justin. Ja, dit is wat geworden. Justin, wat heb je gedaan? Oh my days, Justin. Nee, Justin. Maar het ging weer goed, hoor. Ja. Het ging aan het begin, gaat goed. Oh. Maar wat je zei met die blokje rechts eronder, dus ik niet. Jij mag zo meteen helemaal aan het einde mag je zien wat het was, oké? Jij moet gewoon nog even geduldig wachten. Nou, Rick, welkom bij de game. Jij mag nu samen bij Robin en mij staan. En dan mag Justin het aan Bram beschrijven. Bram, ben je er klaar voor? Absoluut. Absoluut. Het is van dit naar dit naar dat. Ja. Dus jullie krijgen 4 minuten de tijd en go. Oké, Bram. De buitenste, je hebt kleur. Welke kleur ben jij? Nou, Bram. Ja, duidelijk. Maar die niet, maar die naar de buitenste. Die kleur.
Ja. Oké. Okay. Dan plaats je één blokje. Gewoon willekeurig blokje ergens. Op de grond. Got it. Ja? Oh. Dan hou je er eentje leeg tussen. Ja. Ja. En dan plaats je weer hetzelfde blokje. Yes, got it. Ja? Dan ga je naar voren. En dan hou je er drie tussen. En dan plaats je er weer één. Yes. Oké, okay, wacht. Dus 1, 2, 3. Oh, mijn ja. God. Ja. Daartussen zit nog niks. Kijk, Max. Wat zegt u? Daartussen zit drie niks. Ja, dat klopt. Oké, okay, dan heb je dus op het vierde dus weer een blokje. Een wit blokje. Een wit blokje? Oké. Okay, ik zeg het letterlijk, maar... Oké, okay, maar ja? Moet ik dus op dat derde rode blokje? Dit is echt verschrikkelijk. Wat is er? Ja, hier. Oké, okay, we gaan door, Justin. Oké, okay, dan heb je... zit je dus op die hoek? Ja, dat doe je precies... even nadenken, hoe ga ik dit vertellen? Op de hoek, Bram. Op de hoek. Daartussenin doe je weer niks. En dan weer zo'nzelfde blokje die je net hebt gebruikt. Oké, okay, dus... Dan heb je een rechthoek. Je hebt je Bram. Rechthoek, Bram. Is dit een rechthoek? Ja, dude! Wat, Jesse! Ja, maar ik ben hier heel goed in, dus het komt helemaal goed. Ja, heb je het? Oh, nee, denk het wel. Maar gaan we door, okay. Robin. Bovenop die vier blokjes die je hebt geplaatst, brei je hetzelfde blokje, maar dan bruin. Bovenop de vier, Bram. Op die vier blokjes die je hebt geplaatst? Juist. Jij hebt er weer geplaatst, Corrado. Nee, dit is echt erg gewoon. Ja, dit gaat nooit meer goed komen. Ja, maar ja, ik kan heel goed uitleggen. 2 minuten de tijd, jongens. Ja, heb je dat? Ja. Oké, okay, dan ga je even kijken. Dan heb je allemaal dit bruine blokje erop, ja? Dan ga je er nog 2 op alle puntjes doen. 2 van die blokjes erbovenop. Wat, die rode, die van mijn buitenste rand, die? Rode. Ja, wat moet ik er al? Die rode. Ja. Dat is het ook een chef! Hij beseft dat Bram... Ga door. Dan vul je 6 blokjes tussen die dingetjes, die paaltjes die je net hebt neergezet. Ja, met die 4 blokjes hoog. Ja? Ja? Die ga je dan vullen, eenmaal als een rechthoek. Eenmaal dichtvullen. Ik snap hem, ik weet wat ik moet doen. Oké, okay. Ja? Op de heb je dat? Hij snapt hem, hij snapt hem. Okay. Vanaf de grond heb je dan... Wacht even, hij is bezig. Hij is druk bezig nog eerst. Ja, kijk, eindelijk! Bram herstelt zichzelf. Kijk! Dit is dit begint er meer op te lijken. Ja, hij herstelt zichzelf. Dit is schitterend. Oké, okay, ja, okay, ga door. Wat moet ik nou? Ik heb 50 seconden. Ga door. Dus heb je op de grond heb je dus niks. Ik heb niks. Dan heb je. Even nadenken. Vanaf de grond tel je de 1, 2 omhoog. Ja. Ja. Dan ga je de derde. En dan ga je die laag ook vullen. Dan heb je een 2 dikke 6, 9 bedoel ik. 2 dikke 9. Ja, 2 dikke 9. 2 dikke 6, 9. 2 ja? dikke 6, 9. Oké. Okay, ja, dat is voor mij heel duidelijk. Heb je het, Bram? Of? Ik denk het, weet ik niet. Hij heeft het. Weet je, de tijd is om, maar jullie krijgen nog heel eventjes van me. Dan ga je een kant, maar niet uit welke kant. De achterkant of de voorkant. Dan plaats je aan de achterkant het bruine blokkie. Ja, oh, ja nee. Maar dan aan de bovenste kant aan de buitenkant. Dus aan de bovenste laag. Bovenste laag ga je eentje naar achter. Bovenste laag ga je eentje naar... Wat is de bovenste laag? Moet ik ook hier een bodem op maken? Moet ik ook een plafond hebben, Justin? Oh my god. Oké, ik denk dat we het beter kunnen stoppen. Ik denk dat het ook beter uit zijn lijnen los kan worden. Heb je de lamp al opgehangen naar het plafond? Oké. Oké, jongens, kom allemaal. Justin, wacht, ik tp jou even. Nee, dat vind ik niet. Ik moet even iedereen tp'en. Hier, jongens, dit is zeg maar hoe het begonnen is. Dit. Justin. Dit is zeg maar de beeld die Robin kreeg. Als we dan dit volgen, komen we aan bij Rick's beeld. Die leek erop tot je bij het gezicht kwam. Toen werd het een McDonald's. Toen kwamen we bij Justin. Nee, je toch. En toen kwamen we bij Bram. Dit lijkt het toch wel niet meer op. Oh, maar Justin, jij was ook zo verwarrend met zijn buitenste kleur. Waarom? Je begon over zijn kleur. De buitenste kleur van dezelfde. Ja, maar je mag, aan de buitenkant. Je mag toch gewoon wit zeggen? Mag ik het zeggen? Je hebt daarna toch ook gewoon bruin gezegd? Ja, maar dat komt omdat ik versprak. Dan dacht ik, zoek het er maar uit.
Het besefmoment van Justin dat hij hoorde, dat hoorde rood. Dat is een tinnenboon, ik snap het al. Ja. Laten we nog een ronde doen. Justin. Walnoot. Ben je er klaar voor? Bram staat hier. Nu nog wel. Hij heeft iets prachtigs gebouwd samen met mij. Wat en we zijn er dan? Hartstikke trots op. Hij gaat het aan jou uitleggen. Maar yes. Jullie krijgen wederom maar 4 minuten de tijd. 3, 2, 1, go! Okay. Justin, als het, weet het, ja, als het bijvoorbeeld in februari is, dan is het koud en dan valt wat uit de lucht. Dat witte spul, weet je wel? Ja. Pak daar het blok van. Ja. Oké, en dan wil ik dat je... En dan hou je bek, en dan moet je dan moet je zeg maar een soort een vierkant maken. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dus een vierkant. Maar dan krijg je in totaal een 5 bij 5 met de hoeken geen van dat blok. Snap je wat ik bedoel? Oké, dus doe 3 keer. Ja, snap je wat ik bedoel? Nee! Nee, gewoon. Oké, maak een 5 bij 5 van dat blok. Ik wil zeggen, er is zo'n makkelijkere manier om maak dit te doen. Hou je bek. Maak een 5 bij 5 van dat blok. Ja? Oké, en dan haal je die hoeken weg van de 5 bij 5. Dan moet ik hem helemaal vullen, het vak? Nee. Je hoeft hem niet te vullen. Heb je die hoeken weggehaald van de 5 bij 5? Positief. Ja, dat heb je gedaan. Oké, dan wil ik dat je het 3 hoog maakt. Van alle randen. Ja, dit gaat goed. Dit kan je. Ik heb ook echt goed vertrouwen erin. Ja, dat dit gaat lukken. Ik kan hem bouwen, maar ik kan niet uitleggen. Dan heb je dus in het midden. Dus is er een groot gat. Dat vul je. Dat voel je alleen op de bovenkant, zeg maar. Dan heb je dus een 3 bij 3. En daar ga je ook weer. Ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6 omhoog. Dus 3 bij 3 en 6 omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jongens, dit kan. Ja, en dan helemaal omhoog. En dan dit helemaal kan. Omhoog. Dit gaat serieus goed komen. Ik heb hier meer vertrouwen in dan met de kat van vorige keer. Zo ja, maar ik moet straks eruit leggen aan Rick. Ja, maar dit is toch niet zo moeilijk? Kijk nou wat je bouwt. Dit kan toch niet moeilijk zijn? Oké, maar schiet op, Justin. Ik heb het, denk ik. Oké, en dan moet je... Ja? Oké, nou, dan moet je dus... Maakt niet uit, moet je een kant kiezen. En dan moet je dus aan de bovenkant een 3x3 blokje maken naar voren. Dus dan je eentje naar voren gaat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dan krijg je een soort uitsteeksel. Ja, heeft hij gedaan. Ja? Oké, dan pak je dus, weet je wel, wat de schaap geeft. Daar pak je de oranje variant van. Ja, ja, dat is een goede plaats je dus in het midden. Dan plaats je dus daar in het midden daarvan. En dan krijg je een soort neusje. Hè? En daar, als je dus een piston door wilt openen, dan doe je dat vaak met een... daar sla je op, weet je wel? Ja. Ja, oké. En daar pak je de zwarte variant van, weet je wel? De zwarte, Justin. Kom op, dan kan je. De zwarte, oké. En dan plaats je die dus rechtsboven en linksboven van je uitsteeksel. Dus linksboven van, van je oranje... van je neusje. Ja, kut. Daarna pak je dus de sla... Weet je wel, de sla-ding? Maar dan pak je dus... Maar dan pak je de bruine variant. Mag ik even... De bruine variant. We hebben nu de tijd. Van wat? Dan pak je de bruine variant van het sla-ding, weet je wel? Oh, ja. Ja, en die plaats je dus onder het neusje, maar dan... de hele bodem, zeg maar, van dat uitsteeksel. Snap je wat ik bedoel? Dus krijg je 3 sladingen, weet je wel, onderop. Ja, heb je het? Ja. Hij heeft het zo kan, ja. Oké, en dan heb je aan de zijkanten, als je een koe van, als je bijvoorbeeld een ezel of een kris wilt in het weiland wil houden, dan plaats je daar dus iets omheen. Je weet al wat ik bedoel. Dat is ook bij, dat seconden, moet je dus een houten variant. En dan moet je dus seconden. Aan de zijkanten plaatsen van, van je meesterwerk. Aan de zijkant. Ja. Dus 2 naar de zijkant, 1 omhoog. Aan beide kanten. Symmetrisch. Het ziet er niet uit. Ik mag niet kijken. Nee. En nu Bram. Heeft hij hem klaar, hè? Ja, heeft hij nog tijd? Ja, 5 seconden. Oh ja, dan heeft het geen zin meer. Oké, prima. Justin, jij blijft gewoon op je vlak staan. Jij mag niet kijken naar Bram's beeld. Bram, kom maar eroverheen. Kijk maar wat ze ging. Nee. Hij is zo grappig. Justin. Wat is het voor kuiken? Oké, Justin, wat denk je dat het is? Pas op dat je de beeld niet ziet. Wat denk je dat het is? Ja, wat denk je? Een sneeuwbom. Ja, oké, maar hij is wel goed gelukt. Wat voor kuiken maak jij dan weer, Justin? Oké, Bram, kom maar naar mij hier. Justin, je mag nog steeds niet de beeld zien van Bram. Rick, ben je er klaar voor? Nee. Want nu heb je Justin aan jouw kant. Justin kan het wel vertellen. Rick. En jullie krijgen ook 4 minuten tijd. Oké, jongens, 4 minuten de tijd. 3, 2, 1, go. Oké, Rick. Wat valt in februari naar beneden, vader?
gemaakt. Voor, sneeuw. Ja. Sneeuw. Okay, sneeuw. Ja, en dan pak je daar een blok van. Ja, en dat heb ik. Dat heb ik. Heel mooi, dankjewel, Abraham. Maar heb ik. En in het midden maak je dan een 5x5 vierkant. Ah ja, gebruik jouw uitleg, bro. Goed. In de grond? Nee, gewoon erbovenop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Heb ik. En dan haal je de hoeken van die... Dan haal je alle hoeken weg. De vier hoeken haal je weg. Kijk, dit is het makkelijke gedeelte. Ja? Zometeen. Ja? Ja, dat heb ik. Dan ga je aan de kanten ga je, worden ze drie hoog. 1, 2... Ja, vanaf de grond mee of moeten er drie bij? Nee, vanaf de grond mee. Oké. Gewoon in totaal drie. Oké. Oké, en dan heb je in het midden heb je dan een 9 blokken, toch? Een 3x3, ja? Ja. Die doe je dicht. Maak je dicht. Helemaal dicht vullen? Ja, nee, gewoon alleen de bovenste laag. Dus die 9 blokjes dicht. Ja? Oké. Dan ga je 6 omhoog. Dus vanaf het midden? Nee, gewoon het hele vlak wordt 6 omhoog. Die 9 blokjes worden in totaal 6 omhoog. 5. Ja, dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Oké, en dan ga je... hoe ga ik dit uitleggen? Ja, in het midden ga je staan. In het midden van die 9 blokjes, ja? Dit is geen midden. Jawel, gewoon in het midden staan, Rick, dat snap je, Rick, gewoon in het midden. In het midden staan. Vertrouwen, ja. Dan ga je naar de zijkant, naar de zijkant van het lichaam. Ja. Ja, en dan ga je niet de 6e laag, maar de 5e laag, en plaats je aan de buitenkant een soort van hekwerk, die je plaatst om koeien te veiligen, om eigen mond. Oké, maar vanaf boven of vanaf beneden? Vanaf boven, dus eentje naar beneden, en dan... Ja. Eentje naar beneden. Ja, Rick, gewoon doen. Ja, gewoon vertrouwen. En dan twee opzij. Dus dan heb je twee van die prachtige... Ja, dat heb ik, jongen. Ja, en op de uiterste doe je eentje omhoog. Kijk, Bob, dat kan je. En op de uiterste eentje omhoog. Uiterste eentje omhoog. Ja. Maar nu vliegt die. Ja, en de andere kant verder. Doe je precies hetzelfde. Gewoon verder gaan. Nee, ik snap hem. Ja, Rick, jongen. Dan ga je kiesje even een voorkant, maar niet uit welke voorkant het is. Ja, heb ik. Ja, oké, dan pak je een ongelooflijk mooi dingetje waar je op kan drukken. Dat heb ik. De houtige variant. Hé, hey, dat mag niet, hè? Okay. Dat wordt hout. De niet-houtige variant, maar dan de bruine. Ja, bro! Oké. Ja, heb ik. 45 seconden. Plaats je drie op een rij. Aan de bovenste, op de bovenste rij, drie op een rij. Ja, sure. Ja, en dan ga je boven dat prachtige ding wat je had net gemaakt, plaats je een blokje wat je het hele lichaam al hebt gebruikt. Ja, dat heb ik. Ja, en die plaats je precies, dat is eentje hoger dan die prachtige dingetjes. Drie opzij. 1, 2, 3. Ja. Oh, 10 seconden. Ja, en dan aan de voorkant van die drie. Ja. Wat je wat een schaap. Je weet dat wat op een schaap heen zit, maar dan de oranje variant. Oké, maak maar gewoon je ding af. Ik wil zien hoe dit eindigt. A few moments later. Ja, dit is hem. Jij blijft op je plek. Jij mag niks zien. Mag ik hem zien? Nee. Ja, Justin, jij wel. Kom maar, Justin. Oké. Naar het geslaagde variant. Oké. Nee. Justin. Dit is wat jij hebt gezegd, Justin. Dit is wat jij hebt gezegd. Maar Rick, hoezo ging je hier ineens zo ver opzij aan beide kanten? Ja, hij zegt, je moet drie opzij. Nou, dat doe ik. Hoezo aan beide kanten? Ja, dat zei die. Ja, weet ik wel. Nee, jij nooit aan beide kanten gezegd. Rick, dat lijkt me een alien. Nou, Justin, welkom bij de gang hierboven. Rick, jij mag nu niks zien. Jij moet dit heb ik nog niet meegemaakt. Dit wil ik ook niet meemaken. Jij mag het nu aan Robin uitleggen. Robin, het is tijd. Het is aan jou om het te redden. Nee. Je kan het redden. Je krijgt 4 minuten de tijd. Oh, om dit uit te leggen aan Robin en de tijd start nu. Oké, je moet zo meteen beginnen in het midden. In december komt er altijd wat uit de lucht, weet je wel, is het heel koud. Ja. En daar moet je een blok van. Ja. Oké, dan maak je een vierkant op de grond van 5x5. Ja, dit gaat goed. Het gaat soepeler dan hoe het bij jou begon, Bram. Je hebt een minuut gedaan om dit uit te leggen. Hou je bek. Dat heb je? Ja. Oké, dan hou je alle hoekjes weg. Dus heb je drie, eentje leeg, drie, eentje leeg, drie, eentje dat leeg. Heeft dat heb je, oké. Dan dat drie omhoog. Dus zeg maar, niet drie omhoog trouwens. Dat doet hij. Vanaf de grond en dan twee omhoog. Laat maar zeggen. Hij heeft het. Oké, dan vul je dat bovenste laagje vul je in. Hij weet het ook gewoon aan. En dan krijg je dus een 3x3 krijg je. In nou, het midden, is weer een kruis. Maar ja. Zijkantjes steun je niet mee.
Oké, dus ja. Wordt dit gewoon een rechte omhoog? Hoezo doe je, weet je dit al, Robin? Dus ga verder. 1, 2, 3, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omhoog. Ja. En dan daar weer een vierkant van maken. Dus een 3 bij 3 bij 7. Hoezo 7? Ja, dat tel ik hier. Oké, heb je dat? Ik ga uit van minder, maar ja. Het zijn er 6 trouwens. Ik zie nu dat er 6 zijn. Even mij. Het zijn er 6. Ja. Heb je dat? Oké, dan heb je wat Justin op de boerderij heeft. Dat zorgt ervoor dat Chris binnen blijft, weet je wel? Dat hij niet naar buiten kan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, okay. Ja, ik snap het. Die heb je. En dan ga je naast de zijkant van dit ding. En dan ga je vanaf de bovenkant ga je 1 blokje naar beneden. En daar plaat je er 2. En dan op de tweede ga je eentje omhoog. En dat doe je aan beide kanten. Nog een keer. Oké. Dus je gaat vanaf de bovenkant. Ga je eentje naar beneden. Ja. Daar plaats je er 1. Daar plaats je er 1. Daaraan plaats je er nog 1. Dus die zit eraan vast. Ja, welke kant op? Gewoon de naar de zijkant. Naar onder. Naar de buitenkant. Oh, ja. Naar de buitenkant. En ja, daar bovenop plaats je er nog 1. Ja. En dat doe je aan beide kanten. Oké, ja. Ga verder. Oké. Tot nu toe is het bij iedereen zoals dit gegaan. Oké. Nou, ik kom even kijken. Hé, dat doe je op hetzelfde level. Zeg maar, je zit op dezelfde hoogte. Dan ga je naar de voorkant. En dan druk je, dan pak je daar zo'n, zeg maar, ja, ik mag dit niet zeggen, een deurbel, weet je wel. Oh, ja? Ja, oké. En dan 1, 2, 3 naar beneden. In het midden en dan gewoon naar beneden. Dus 1, 2, 3. Ja, dat heb je, hè? Oké, dan ga je naar de bovenste. Daar plaats je... bij de voorkant, dus waar je net ook die twee deurbelletjes hebt geplaatst, laat je 1, 2, 3 van die blokjes waar je alles mee hebt gebouwd. Ja. Maar niet helemaal, dus alleen maar de voorste 3. Oké, dan ga je... Nee, ik snap het niet. Niet te veel. Oké, ga verder. Dan ga je aan beide kanten, dus net waar je dat ding wat Chris tegenhoudt hebt geplaatst, ga je dus 2 naar links. Dus niet daaraan vast, niet eraan vast, zeg maar aan die blokjes die je net hebt gebouwd. En dan daar doe je wat aan een schaap zit, maar dan oranje. Nou, Robin. En dat doe je aan beide kanten. Ja, dat was het. Daar was ik klaar. Ja, maar hij is nog ook niet zo ver als dat jij bent. Je moet het nou even opnieuw gaan over het oranje. Het oranje, oké. Dus je hebt zeg maar die 3 aan de bovenkant. Alleen die 3. Ja, maar wat? 3 bij 3? 3 bij 1. Ja? 3 bij 1. Oké, aan die 3 doe je aan de linkerkant doe je er nog 2 extra. Bro, wat de fuck? Ja? Oké. Dat heb je? Dat heb je, ja. Ja, en dan ga je eentje naar achter, even ga je eentje naar achter en dan doe je een, dus die oranje doe je er dan tegenaan. En dat doe je aan de andere kant. De tijd heb ik nog. Precies ja, dezelfde. De tijd is voorbij, maar laten we maar even afmaken. Ik ben wel heel erg benieuwd. Okay. Nee, je moet hem nabouwen, hè. Je gaat niet zijn eigen free will. Oké. 3 bij 1 naar boven, 2 naar links. Klopt dat, Rick? Wat? Dit was het wel. Dit was het wel, Oké, dit is het. Wacht maar even. Blijf maar op jullie plek. Ik blijf welkom bij de beeld dat het daadwerkelijk was. Dit Justin. Was hem. Justin. Dit was hem. Het was natuurlijk een sneeuwpop, zoals we allemaal horen. Met een gezichtje, ogen, neusje, mond. Oh, nee. Stippels hier. Dan gaan we naar de beeld hier. Die Justin heeft gemaakt. Oh, Justin. Dit is net niet goed. Oké. Dan kwamen we aan bij Rick. En bij Rick weet ik niet wat er gebeurd is, maar... dit is wat Justin mij heeft verteld. Toen is het dit geworden. Ik heb echt wat van de kill. En daarna is het... Robin heeft nog geprobeerd te redden. Maar Robin heeft het nog geprobeerd. Het hele lichaam gaat goed, maar alleen... Ja, maar iedereen is bij het gezicht gewoon verkeerd gegaan. Iedereen. Dit vond ik een groot succes. Bonjour. Ontmoen. Dag. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Abonneer dan zeker even. De jongens achter mij zijn lekker aan het kloten. Kijk ook deze video. Dit is een hele mooie video. Spreek later. Graag zo uit. Tot de 4 flash. Bye.